Van een magneet weten we dat hij een Noordpool en een Zuidpool heeft. En als je een magneet in tweeën breekt, heb je een nieuwe Noordpool en een nieuwe Zuidpool. Twee Zuidpolen stoten elkaar af en een Noord- en een Zuidpool trekken elkaar aan. In de natuur zie je nooit losse polen. Je vindt geen magnetische monopolen. En dat zouden we wel technologisch heel graag willen hebben. En dat proberen we eigenlijk met dit soort apparaten voor elkaar te krijgen. Nou, ons onderzoek gaat over het maken van nieuwe type deeltjes. En dan moet je echt denken aan elementaire deeltjes op een chip eigenlijk. En wat wij daar proberen mee te doen, is dat we natuurlijk grote maatschappelijke problemen oplossen. Bijvoorbeeld energiezuinigere elektronica. We snappen heel goed hoe materialen werken op atomaire schaal. Alleen we zien nu ook dat je bijvoorbeeld op het grensvlak tussen twee verschillende materialen, dat daar weer hele andere eigenschappen een rol gaan spelen. En juist door die combinatie heb je dus atomaire precisie nodig om dat dus ook voor elkaar te krijgen en te onderzoeken wat er eigenlijk dan op die grensvlakken gebeurt. Nanolab NL is echt een fantastische faciliteit. Het maakt mogelijk wat we nu doen qua onderzoek. Collega's vinden het een fantastisch lab, zijn er jaloers op. We hebben als Nederland denk ik echt een voorsprong door die labfaciliteit van Nanolab NL. Als je bijvoorbeeld gemeenschappelijk aan een apparaat werkt die in Nanolab NL staat, dan draag je ook die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En samen, omdat je verschillende invalshoeken hebt, breng je eigenlijk dan ook weer zo'n apparaat een stap verder en kun je er ook weer meer mee. Dus die samenwerking is voor ons ook heel belangrijk. Ja. Ja, mijn droom is natuurlijk dat wat wij hier doen, die technologische ontwikkelingen, dat die uiteindelijk voor grote maatschappelijke problemen een oplossing gaan bieden. Het zou toch fantastisch zijn als we iets zouden kunnen uitvinden waardoor je dus energiezuinige elektronica hebt en daarmee het hele energieprobleem een stap vooruit helpt. Ik ben Alexander Brinkman, werk bij Mesa Plus en wij werken aan hele nieuwe materialen.